Ik werk voor Tante Netty, een sociaal designbureau hier in Eindhoven. Nou, we werken natuurlijk samen met de gemeente. Dat is de opdrachtgever, dat is ook heel duidelijk. We zijn een expositie op aan het bouwen. De expositie heet Eindhovenje mee. Het is een expositie van de gemeente Eindhoven. En Tante Netty is gevraagd om deze vorm te geven en te bouwen. Wij zijn een ontwerpbureau wat dit soort dingen doet, maar ook veel wijkprojecten doet bijvoorbeeld. Of bedrijven helpt op een andere manier te kijken naar een situatie. Dus we proberen het altijd een beetje te draaien wat er aan de hand is. Daarnaast voor het ruimtelijk ontwerp werken we samen met ATTB, Atelier To The Bone. En zij zijn bijvoorbeeld gekomen met hoe het er dan nu uitziet met dat houtwerk. Wij zijn een jong architectenbureau en gevraagd door Tante Netty om de ruimtelijke vormgeving van de Dutch Design Week expositie in het stadhuis te verzorgen. We hebben hier 52 pallets met houten legborden naar binnen gesjouwd. En dat zijn eigenlijk borden van industriële stellingkasten. Het begon een beetje met de vraag, kunnen we misschien voorkomen dat wij na 9 dagen Dutch Design Week vijf of misschien wel 20 puincontainers weer af moeten voeren. We moeten toch met materiaal anders omgaan. En daarom hebben wij uit een recyclingbedrijf deze houten legborden kunnen krijgen. En wij hebben bedacht om te zorgen dat wij ze hier niet verwerken, dus dat ze hier zo blijven zoals ze zijn. En uiteindelijk hierna, na deze expositie, weer een nieuw doel krijgen en uiteindelijk worden er meubels van gemaakt. En hoe verwacht je dat het morgen gaat? Ik denk goed. Ik heb alleen maar positieve verwachtingen, maar we laten ons verrassen.